Dag dames en heren, ik ben Vaganotjo en in deze video neem ik u mee hoe je Cyclides uitzet met een compleet bewoond aquarium. Hoe dit te doen met Cyclides, met de juiste verzorgingsregels en het indeling van het aquarium. We hebben hier zo mijn aquarium, is een 60 cm Kiano aquarium met lichtsysteem. We gaan deze installeren. Nou, nu had ik al als voorzorg enkele dingen gedaan. Ik had gezorgd dat mijn deksel los zit, zodat ik er makkelijk bij kan. We gaan het aquarium verschonen met een EHM-filter die volop staat te pompen met een schuifelaar. Deze staat zacht. Nu staat hij hoog, dus een schuifje met plus en min. Dit is een opzetstukje. Zoals ik kan. Nee, dat ga ik nu even niet los. Dit even wat stroef. Maar dit is een opzetstukje die zorgt ervoor dat de straal mooi verdeeld naar voren komt. Deze filter bestaat uit vier delen, vier cassettes. De koolfilter en drie cassettes met filtersponsen. Deze bevestigen wij dus in het aquarium. Nu is het een cyclide aquarium. Cyclide aquarium houden van verwarming. Het is een verwarmd cyclide aquarium, verwarmd tropisch aquarium. Daarvoor hebben wij hiervoor de desbetreffende onderwaterverwarmer eigenlijk. Is een verwarmingselement die wordt voor water onderwarmd. Verwarmd. Verwarmd dus het watertemperatuur naar de gewenste graden. We hebben hier dus de verwarming zo gezegd. Die monteren wij aan de achterkant. Want dan blijven we er goed zicht op houden. En dan kun je goed controleren hoe warm je bak moet. De filterpomp bevestigen wij aan de achterkant. Ook aan in de hoek, want het is een hoekmodelletje namelijk. Dus deze pomp komt in de hoek bevestigd te worden. Dus dat gaan we nog doen. Ik ga eerst even het zuignopje zoeken, want ik ben van de pomp even het zuignopje even zoeken. Het is even zoeken waar ik die heb gelaten. Holy shit, waar is die gebleven? Ik hoop dat het goed gaat. Dat stukje knippen wij er dus even van vandaan. Nou, om verder terug te gaan, het zuignopje is terecht. Het was twee maanden trommelen om het vervloekte zuignopje terug te vinden. Nou, hij zat hier nou niet in de bak, niet door het hele huis, alles nageplozen. Hij zat aan deze kant, aan de buitenkant. Hoe ver zie je het? Maar hij is terecht, we gaan de pomp monteren. We hebben dus het zuignopje weer terug, we doen het draadje via de dak. Vandaar dat we nog even de deksel eraf hebben. Bevestigen wij de pomp op hoogte. Het zal beter zijn als we hem bevestigen met water, dan blijft hij ook daadwerkelijk zitten, want nu zou hij nog kunnen zakken. Dus, Het is een beetje een lastige aan deze pomp, de zuignapjes dus laten snel los. Die gaan wij in de toekomst, denk ik, vastlijmen met onderwaterlijm. Dus, onze pomp hangt, de verwarming hangt, hebben we nu het aquarium zo. Nou, dat is een heel onderwerp, aquariumzand. We hebben hier fijn aquariumzand, wat goed geschikt is voor cyclides. Dit zakje, dit kleine dingetje, van, even kijken, staat het erop? Staat het erop, moet erop staan. Het moet erop staan, oh, 5 kilo. Dit is 5 kilo, en dit schatje kost ons 7 euro. Nou, heb ik even iets nodig om hem open te maken? Om hem open te maken, een mesje. Ik zoek even een mesje. We hebben een mesje. Nou, Marco Hilgen zit de zak open. We gebruiken de hele zak in de hele bak. Zo. Deze zand zorgt er namelijk voor dat de cyclide het kan opzuigen en via zijn kieuwen kan uitspugen. Wat heel belangrijk is voor een cyclide. Nou, we hebben veel websites en veel onderwerpen gelezen over de juiste bodemmateriaal. Maar ze spreken allemaal over deze witte zand, dus wij gebruiken ook deze hele zak witte zand. Hoppa! En waarom gebruiken wij deze? Wij gebruiken deze omdat kwekers eigenlijk dat heel veel aanbevelen, witte zand. Dat zorgt ervoor dat cyclide uiteindelijk vanaf het zand, zo het zand kan happen en kan opslurpen, waardoor het hier zijn kieuwen er weer uitspuwt, wordt de kieuwen eigenlijk reinigd. Dat is van groot belang als het gaat om cyclides. Zo, ook onder de pomp en verwarming doen we een beetje verspreid naar een beetje recht. Niet heel precies. Probeer hem het wel zo natuurlijk mogelijk te houden. Oké, pomp op zijn plek. Zo. Nu hebben we dus een bodem
van, om het even gelijk natuurlijk, even netjes. Want als ik het netjes doe, heb ik er veel meer aan dan dat ik over werk doe. Ik wil nu het hele resultaat laten zien. We hebben hier dus een bodem van 5 kilo, wat gemaakt is van heel fijn natuurlijk zand. Dat zorgt ervoor dat de cyclides heel goed opvallen. We hebben namelijk 3 soorten cyclides. Jawel, 3 soorten. Dus nu is het... even kijken, ja, we hebben hier dus de zuurstofslang. De zuurstofslang, moet ik u wel vertellen, zit met een beveiliger, dus een tussenventiel. Dat zorgt ervoor dat het water niet terug de zuurstofpomp in kan lopen. Wat een soort van antiterugslagventiel. Dus die zetten wij eenmaal op de filterpomp. Dus op de filterpomp, die water filtert als het ware. Nu is het moment dat we de bak gaan vullen en eerst het deksel erop zetten. Een dekseltje. We zien hier ook een witte, we zien hier ook om precies te zijn, een witte lamp van luchtverlichting. Valt prima te dimmen en hier de blauwe lamp voor het atmosferisch effect. Deze twee lampen zorgen er namelijk voor dat, moet ik even kijken hoe het precies loopt. Want hier ook niet komen, geloof ik. We moeten even het draadje ertussen brummen, want we willen niet namelijk dat de draadsling komt te zitten. Dan gaan we hem op het moment van vastklikken. Oké. Lift 1. Lift 2. Even kijken. Ik weet niet of het nou goed lukt. Nee, hij gaat niet meer lekker. Dus daar moeten we nog even zin in. Hier zit het in. Zo. Hoppa, kijk. Dat is een bak die open en dicht kan. Zo, nu is het moment van wat voor. We hebben hier verwarming in de achterkant aangekleed met een 3D aquarium poster. Die zit aan de buitenkant, aan de achterkant van het aquarium, waardoor we dat kunnen blijven vervangen. We hebben dus de pomp, de verwarming, de achterkant, de glazen bak met de verlichting. De verlichting staat namelijk op bepaalde lichturen helemaal ingesteld. Gewoon opnieuw instellen met tijdschakelaar. We hebben de bodem aangekleed met wit zand, dat het geschikt is voor cyclide. Nu is het moment van vullen. Maar natuurlijk vergeet ik een heel belangrijk onderwerp: het aquascapen. Waarmee kan je de cyclide aquarium nou mee inrichten? Nou, dat kan met kunststof, maar vloeghout, dat kan met stenen. Een cyclide wordt ook vrijwel gehouden met steen, maar wij willen hier eenmaal groefhout erin en eventueel steen. Dan pak ik even het steen erbij. Hier een steen. Even kijken. We moeten namelijk zorgen dat we zorg van grotjes maken voor ze. Dat vinden ze heerlijk. Dus aangezien onze bodem niet heel dik is, leggen wij heel voorzichtig het steen erin. En wel zo dat we om en nabij 2 centimeter rondom eigenlijk ruimte hebben. Wat ervoor zorgt dat je je ramen kan blijven schoonmaken tijdens de allergen dingen. Want elk aquarium bevat enigszins allergen. Zo, we hebben hier nu 2 stenen. Nu zoek ik nog een steen als ik die heb, als ik die heb, als ik die heb. En ik zie niks. Jammer. Wat kan ik doen, hè? Oh, wacht. Ik heb die ook nog. Kijk. We hebben hier ook prachtige bergkristallen. Dat zal ook heel mooi steen wezen voor zo'n aquarium. Ik denk dat we dat daarvoor ook gaan vervangen. Want deze vind ik dan niet zo mooi. Is een bruine kei. In de plaats van het echt bergkristal, waar een kleurtje in zit. Dus daar zit wel variatie in. We geven dus de vis een mooie aangeklede bak. Even het zand netjes. Die elke keer op te letten op de zandplaat dat niet de stenen kunnen verschuiven. Want dat zou erg zonde zijn. Je wil niet dat je stenen verschuiven. Even kijken, ik krijg toch een andere plek. Ik duim hem eerst even in met die bergkristal, want dat vind ik erg mooi spul voor een aquarium. Is ook voor de vissen erg nuttig. Nu ben ik van mening. Nu ben ik van mening. Dan heb ik er hier nog een kleintje. Dan ben ik van mening, als ik deze nou hier zo leg. En die zo hier naar voren. Die kant op. Dan wou ik hier een
beetje. David van Zoon. Kijk alsof het ervoor gemaakt is. Hé? Zo. Ja, dat is mooi. Dat vind ik mooi. Hier ben ik tevreden mee. Zo. Nu hebben we dus bergkristal gebruikt om een grotje te maken. Wat geschikt is voor je alle geëten. We gaan ook een compleet, we hebben dus een compleet plaatje. Alle geëters, de opruimers van de natuur en natuurlijke disciplines. Nu hebben we er wat aangekleed. Nu zit ik stiekem te denken. Nog één steentje erin, maar ik weet niet. Nee, die heb ik niet meer. Die heb ik niet meer. Nou. Ja. Ik laat even een tweede persoon meekijken. Ma. Wat vind jij? Zou deze er nog in doen? Kijk, ik heb hem nu zo. Kijk, ik heb hier de stenen met grot. Maar ik dacht, er is er nog extra op. Ja, zou ik wel doen. Ja, maar hoe? Een beetje achterin. Een beetje achterin. Een beetje zoals gaan eroverheen? Ja. Heb je nog iets? Van een kei, een steentje? Bijvoorbeeld? Ja, kijk, dat is een. Ja, maar straks met water niet. Ja, precies. Straks ligt het op weer stevig. Ja. Nou, ik moet namelijk rondom het aquarium kunnen weten. Zo ja, houdt die andere steen wat tegen. Zie je? Ja. En ze kan niet stronken. Want dat is het belangrijkste, ik moet namelijk rondom kunnen. Ja, voor je gas. Okay. Ja, precies. Wat je wel kunnen doen is hier nog een steentje. Maar dan... Ja, ik heb ook die kleine kiezels nog daar. Hè? Oh ja, die heb je ook nog daar. Hier. Die zijn al het aquarium klaar. Zijn ze uitgepakt? Ja, stel je lang. Nou, we hebben hier ook eventueel kleine kiezels. Gaat het niet te dicht wel? En die kunnen we heel voorzichtig verwerken. Die verwerk ik heel voorzichtig, gewoon zo tussendoor. En dan gebruiken we prachtige zwarte stenen. Die kiezen er prachtigste uit. Zo zorg je ervoor dat je het aquarium een beetje aankleedt met natuurlijk materiaal. Dat is niet alleen leuk om te zien, maar dat is ook nuttig voor de vis. Zo kan je een beetje spelen met steentjes. Om een bepaalde indruk te geven van je aquarium. Zo kunnen we dus bijvoorbeeld een paadje maken met kleine steentjes. Zo. Nu vind ik deze ook nog wel erg mooi. En die ook. Dat komt er hierin, dat komt er hierin. Zo, nu heb ik dus het aquarium aangekleed met kleine kiezels. Ik zal ze nog wat meer bij elkaar leggen tot een mooi vormpje. Zodat het één geheel maakt. Het hoeft niet heel uitgebreid, want de vis moet namelijk wel de ruimte behouden om die zand te kunnen filteren. Zo, we hebben dus ook een beetje steentjes hier zo neergelegd. Nu, ja, is het tijd van vullen. Gaan we dan even vullen. We gebruiken hier enkel het handwarm kraanwater, oftewel leidingwater. Om je waterkwaliteit te verbeteren kun je diverse middels toedienen. Als je kraanwater houdwarm is, houdt het in dat het de temperatuur heeft tussen de 26 en 28 graden. Wat ook optimaal is. Bij dit grotje kunnen we graag. Ja, vind ik ook wel leuk. Met de je kan er precies onder kijken. Ja, dan kunnen ze ook een beetje schuilen toch? Ja, toch in het zand. Afhankelijk van hoe groot ze zijn. De zand is inderdaad ook genoeg. Je hebt wat kiezeltjes hiervoor. Je hebt die stronk er weer in. Afhankelijk of die stronk blijft. Hè. Ik hoop dat je straks een voet doen. Ze kunnen niet omverre. Nee, maar ik wil niet dat het in de weg gaat zitten. Dat is een afwacht aan karakter. Hè. Ah, en ik zie dat er iets zo. Hij is nog niet schuin. Ik moet hem eens wegzetten. We vullen hem hier in een potje met een been met een ovenschaal. Dan zorg je ervoor dat je dat plonsen zoveel mogelijk voorkomt. De verwarming kan pas aan als hij volledig onder water zit. Dat geldt ook voor de filterpomp. Zou je dat niet doen, pompt hij droog. Gaat je pompstuk, hij verwarmt dat dan boven water. Dan klapt je glas van je verwarming. Moet je dus niet doen. Maar wacht er dus maar aanzetten als we de bak helemaal hebben gevuld en alles onder water zit. Boven mijn huisbanden natuurlijk, anders ga ik verdrinken. En ik ben geen goudvis. Ik ben eerder een kooikarper. Nou, hier gaan we nog een emmertje. We gebruiken hier namelijk handwarm kraanwater. Je zou eventueel, zou je ervoor kunnen zorgen om groentjes in je water te stoppen, waardoor je watersterkte beter wordt. Dat zouden wij ook kunnen doen, omdat we nu een aquarium net starten. Dat is dus ook wat wij van plan zijn, denk ik. Maar dat is afwachten hoe goed de vissen het doen. Wij vullen hier het aquarium van een 60 cm Kiano aquarium
die we gaan gebruiken voor cyclide. Cyclide is namelijk een soort vis die erg kleurrijk kan zijn. De vissen laat ik zo meteen zien die we uit gaan zetten. Dat is elk moment. We zijn hier bezig met het vullen van het aquarium. Nu zou ik zeggen, mijn verwarming staat onder water, maar ik zou ook zeggen, ik stop er nog één gieter in. Eén gieter, dan kan die maken. Nou, natuurlijk, als we dus de bakje al klaar hebben, hebben we dus ervoor gezorgd van veel alte ruimte. Deze staal gaat er nog uit. Die steentjes op de bodem zijn leuk voor decoratie. Ik heb een alle geëten, die kan hier ook uitgezet worden. We hebben allerlei visjes die uitgezet worden in deze Piano aquarium. Deze aquarium is nu zoetwater, is geen zoutwater, dus dat houdt in dat het zoetwater is. Is dus ook waar wij in water kunnen kijken, want in zoutwater zie je namelijk helemaal niets. Wel in een aquarium, maar in de zee zonder bril zie je niets. Dus dat zegt zelf ook wel. En in zoutwater groeit bijna geen algen, dan heb je wel ander soort problemen. We hebben hier een zoetwater aquarium, het lijkt op zout. Zometeen met deze stenen erin wordt het zeer decoratief en krijgt een heel stil uiterlijk voor onze vissen. Want onze vissoort die zit namelijk graag tussen de rotsen. Dat is een bekend verhaal van de cyclide. De allergeëter is een echt dag, een nachtdier. Die houdt ervan om 's nachts te leven. We hebben diverse cyclides. Maar eerst nog een emmertje vullen. Zo, we hebben dus een volle emmer. En gieten we nu van bovenaf. Doen we heel voorzichtig, want we willen niet alles op zijn kop husselen. Nu zorgen wij ervoor dat we de waterrand van het aquarium sea strip van boven, dat we die ook wegsieren. Dus dat houdt in dat we het water zo ver vullen, dat eigenlijk het streepje, dat uiteindelijk verdwijnt. Moet ik even spieken, wij zijn er. Ik kan nog een klein beetje tolereren. Hoppatee, zo. Meer zou ik niet doen. Zo, nu mag mijn pomp aan, mag mijn verwarringen aan. Ik kan alles draaien. Alles even netjes. Zo. Nu hebben we alles geregeld op een dimmertje voor de verlichting. Dus de blauwe lamp wordt gedimd, de witte lamp wordt gedimd. We gaan die opnieuw instellen, want we waren dus voor algeëters bezig. Dus nu maak ik de deksel dicht. Moet hij wel dicht willen? Ah, ik zie het al. Mijn draadje zit hier niet helemaal lekker. Oh, zo, nu wel. Ja, die zit wel lekker. Zo, nu kan de deksel op. Als je draad achterin niet goed zit, dan houdt het in dat je draad klem kan zitten en je hoort geen stroom. Nu is het eerste dingetje eruit halen. Want dat moest nog. Moet ik opletten dat mijn bak niet overstroomt. Had ik eigenlijk rekening mee moeten houden, geloof ik. Heb ik die even aan moeder. Zo. Nu hebben wij een aangekleed aquarium. Waar we nu van kunnen zeggen. Plug and play. Nou, dat haalt in. Deze stekker. Kan hierin. Erin. En even kijken of ik hier alle stekkers erin heb. Ik hier ontbreekt er nog één. We hebben er hier een ontbrekende. Die komt hier uit. Even kijken, die erin. Zo. Nu hebben we het moment dat we alles tegelijkertijd gaan regelen. Zowel de verlichting als de pomp, als de verwarming. De hele werking van deze dreinenbak. Door een kwestie van één knopje met één schakelaar wat beveiligd is met een aardedraad. Dus het houdt in dat dat beveiligd is tegen stroom. Nu gaan we hem aanzetten. Hoppatee. Zo. Kijk eens even zeg. Oh, hij blaast wat troep op bak in. Ja. Hij blaast hem meteen schoon. Hoppa, zo. Nu hebben wij dus een draaiende bak waar de verwarming aan staat. Die zien we door dat rode oranje lampje. Het filtersysteem doet het. Daar ben ik tevreden over. Ik ben aardig tevreden over de indeling van deze bak. Ja, ik ben aardig tevreden. Nu gaan we de vissen uitzetten. Joepie! Nou, nu heb ik dichter ingezoomd om het aquarium goed te laten zien. Dan gaan we de vissen uitvangen. Nu had ik toevallig mijn algeëters even in een pannetje. Dan gaan we die stuk voor stuk heel voorzichtig uitvangen. Want die algeëters die, heb ik moeten vangen met een netje. Dus daar hadden we deels zwarte grind van de oude indeling erbij. We hadden namelijk een zwarte indeling. Nu gaan we de vissen uitvangen.
Het water is redelijk op temperatuur. Dus dat houdt in dat dat allemaal goed moet gaan. Oké. Okay. We beginnen hier met eenmaal Corridora. En dan is hier meestal al geëven. En nog een Siamese algen eten. En nog een Siamese algen eten. Zo voorkom je dus dat we rotzooi van het oude aquarium in dit water hebben. Okay. Zo. Hier hebben we nog een albino corridora. En nu naar de grootste algeneters. Oh, wat gaat los. Zo, nu komt de grootste algeneter. Kom, gaat los. Zo. De enger. Leeg? Nee, nog één. Nou, nog eentje, zijn vrouwtje. Dit was namelijk het mannetje. Kom maar op. Oh, die doen we op de hand. En hij beet me, het engert. Hij beet me. Hoor je wat? Hij beet me. Hij is het ook. Hij gaat me opeten. Oh, kom een kommer. Ja, hij had een domme vis. Hij is toch zeker geen vegetariër? Nou, nu het meest bijzondere. We hebben hier een emmertje. Afgesloten en wel. Zelfs ik heb nog niet gezien hoe dit eruit ziet. Ik check even de camera. Ja. Camera draait. Dit is het meest spannende moment, dames en heren. We maken het emmertje open. We hebben hier cyclides in besteld. 5 euro de vis van een prachtige kweker. Ik heb niet gezien goed hoe ze eruit kunnen zien. Dat zien wij allemaal in het aquarium onder de lamp. We hebben hier een aquarium net aangekleed. Dat houdt dus in dat de watersterkte nog niet helemaal op peil is. Dat zullen vele mensen ook berichten over sturen, denk ik, na het droppen van deze video. Moet even een les interactie te krijgen, dat gaat weer niet. Jongen, jongen. Heel voorzichtig. Zo. Hè. Op het ijs. Zo, we hebben hier een emmer met de vis. Die gaan we ook uitvangen met het netje. Gaan we voorzichtig kijken. Goed kijk hoor, ik zie het ook niet goed. Oh, wat een mooitje. Wat een mooitje. Een mooie vis hoor, een mooie vis. Net ook, nog niet op kleur. We gaan er, ja, dat is de vis natuurlijk, hè. Dan gaan we ze uitvangen. Eens kijken hoe deze erop reageren. Als ze zien hoe mooi leven eruit. We hebben hier cyclide nummer 1. Komt u maar meneer. U kunt eruit. Goed zo, ga er maar uit. Ga er maar uit, je kan eruit. We laten ze zelf zwemmen om stress te voorkomen. Moet je alleen wel de juiste kant op hebben. Rutje. Dat is cyclide nummer 1. Een mooie vis, zeg. Gaan we naar nummer 2. Ik geloof dat dit man is. En een vrouw. Want hier hebben we nog zo'n prachtige cyclide. Een gele. Met een prachtige... Oh, wat een mooi kleurtje. Ja, kleur, hè. Nou, gewoon verder. We hebben overal een koppeltje van, dames en heren. Overal een koppeltje. Even kijken, heb ik iets? Ja, ik heb een vis. Ik heb een vis, ik heb beet. Kijk maar, nou, ik heb beet. En komt u maar, zwemt u maar los. We gaan niet de vis lopen aanraken, want ik wil niet dat ik een vreemde ding oploop of die vis bestress. Is hij wel donker in het emmertje? Ze gaan gelijk schuimen. Ja. Hoppa, vis nummer 2. Nummer zoveel. Ik denk een beetje van jij bent groot. Zo, volgende. Ook een hele mooie soort te zien. Oh, die is wel gaan. Er moet iets water uit.
Hij zei, hij is niet moeilijk te vangen. Hier nog eens een klieder. Oké, nog eens. Ik giet hier wat water van bij, zodat het water een beetje gemengd wordt met het water dat in de emmer zat. Ik hoop eigenlijk dat we bij de kweker een emmer water hebben gekregen. Komt u maar, visje, komt u maar. Je mag er zo in. Hoppa. Zo. Even kijken. Even mijn emmertje controleren. Hoppa, nou mijn. We hebben hier een lege emmer. Ja, die kan weg. Nou, zo. Even het dekseltje dicht. We zien hier trouwens een prachtige cyclide. Samengeneesd met Corydora, dat is een bodemvisje. Die ze niet echt last van. Ja, hier ook een cyclide. Die gaat schuilen meteen tussen de rotsen. We zien dus wat de vis moet schuilen tussen de rotsen. Houden ze echt van. We zien deze alligator zit meteen eronderin. Nu we niet heel veel algen hebben deze aquarium, omdat we die momenteel natuurlijk net zijn gestart, is het belangrijk te weten dat we komkommer geven aan de algeeters. Komkommer is goed voor algeeters, want er zitten voldoende voedingsstoffen en mineralen in die ze nodig hebben om een sterke, gezonde vis te blijven. Komkommer is dus eigenlijk ook een dagelijkse voeding. Je zou het elke dag kunnen geven. Maar komkommer, als je die in zo'n dun plakje snijdt, laat dat op de bodem zinken met een gewichtje. Wat wij doen met een, even spieken of hij hier ligt. Nee, hij ligt momenteel niet hier, dat is wel een beetje jammer. Gaat het wachten dat hij hier zo liggen. Wij hebben dus een speciale slangenklemp van plastic. Daar hangen we het mee aan de bodem. Daar zout ziet het mee aan de bodem. De alligators gaan er meteen op actief op gaan. Oh, kijk dames en heren. Hier hebben wij de komkommer bijvoorbeeld. Het mag wel in een plakje worden, want de binnenring is al weg. Dus wij zorgen voor een nieuw komkommertje. Als ik mijn lieve Maus even aankijk. En voor mij een komkommertje doorheen wil doen. Dan ben ik heel blij. Zo. Nou, nu hebben we dus het aquarium aangekleed met vissen, attributen en water. Nu moet dat water eigenlijk wel even op juiste sterren te worden. We kunnen daarvoor goedjes houden, maar we zien ook dat de vis niet daadwerkelijk meteen doodgaat. Het is wel opvallend dat we goed opletten dat er geen gevechten ontstaan, anders het visje eruit halen. Zoals mijn eigen vissen, zoals die ik had met de Siamese algeeter en de Corydora. Dat zou enkel een probleempje met hun twee kunnen zijn. Ze zullen even natuurlijk moeten wennen, een nieuwe omgeving, nieuwe biotoop. Zandbodem, ook beter voor de Corydora. Corydora namelijk voelsprieten, is een soort panzermeerval. Je hebt dus lange voelsprieten en in grind gaat dat nog snorharig aan stuk. We hebben hier zo dus wat een service. Kijk eens aan. We hebben hier een vissering. We hebben hier dus, zoals ik zei, een slangenklem. Zetten we hem erop. Niet boven mijn bankstel, boven mijn bankstel misschien iets. Moeten we dan iets indrukken. Oh, is een dik stukje komkommer. Dan heb je wel een lekker plakje voor ze. Want dan kan de algeeter al even van overbruggen. De algeeter, zegt dat al, die eet vrijwel algen. Nu is het zo, die vis, die vangt eigenlijk een plantaardig voedsel. Nu is komkommer een plantaardig voedsel. Moet ik alleen even op kunnen zetten, zodat hij wel wil. Want hij wil het echt niet. Cyclides zijn er in diverse soorten en maten. Hier hebben we drie koppeltjes van drie verschillende Malawische cycliden. Deze Malawische cycliden die we hier op het etiketje hebben, die we hier in het aquarium hebben uitgezet, zijn niet heel erg kwetsbaar en kunnen prima gehouden worden in een gemiddelde aquarium. Het beste is natuurlijk wel voor de cyclide, hoe meer ruimte, hoe beter het is voor de lichaamsbeweging.
Het beste zou zijn als je cyclides in een meter aquarium houdt, maar is ook zeker wel mogelijk in een 60 centimeter aquarium. In deze Kiano aquarium is ook 60 centimeter. Ze vertonen bijna allemaal broedzorg. Dit is prachtig om in uw eigen aquarium te kunnen bekijken. Sommige cycliden stellen hoge eisen aan het aquariumwater. Andere kunnen erg groot worden of lastig met andere vissen gehouden worden. Omdat de meeste cycliden toch wel territoriaal zijn, dat houdt in dat ze in de broeddrang toch wel de nesten verdedigen, wat tot gevechten kan leiden als het in een gezamenlijke bak zit. Het beste is dus ook voor de beste resultaat voor de kweek, is dus eigenlijk een 60 centimeter aquarium met één koppeltje cycliden. Alleen dan krijg je 100% succes. Als u de moeite wilt nemen en de tijd in wilt stoppen om in het verdiepen van deze vissen, is er zeker een vissoort te vinden die bij u past, waar u jarenlang plezier van kunt hebben. Kies bij het aanschaffen van een dier voor de juiste dier voor de juiste situatie. Lees goed voor het kopen of de cycliden en vis is die je zoekt. Zo zijn ze niet alleen in vele en kleuren, maar ook in grote formaten en ook in hele kleinblijvende soorten, zoals de dwergcycliden. De cycliden vormt een vissenfamilie die in de orde van de baarsachtigen valt. Ze worden ook wel bonte baarsen genoemd. Cycliden komen vooral voor in Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. Enkele soorten komen voor in Azië en Madagaskar. Het is een zeer grote familie waarvan nieuwe soorten van ontdekt worden. Er wordt aangenomen dat er in ieder geval meer dan 1000 soorten cycliden zijn, in alle soorten, vormen, kleuren en formaten. Deze soorten verschillen erg van elkaar qua vorm, qua grootte en qua gedrag. Bijna alle vissen hebben een zijdelings afgeplat lichaam. De meeste cycliden blijven vrijwel klein, maar er zijn ook zeker wel soorten die bijna een meter groot kunnen worden. Wat de cyclides wel met elkaar gemeen hebben, dat is dat ze allemaal één neusgat aan beide zijden van de kop hebben, terwijl de meeste vissen er twee hebben. De familie van de cycliden is eigenlijk een populaire aquariumsoort, zowel de maanvis als de discusvis. En natuurlijk de meest bekende Malawi-cycliden, zoals de cyclides die wij nu in ons aquarium hebben. We hebben ook algeeters in het aquarium. De algeeter krijgt namelijk zijn eigen video. In een aquarium leven cyclides gemiddeld 10 jaar. Sommige soorten kunnen echter 18 jaar worden in gevangenschap. Bij het opzetten, inrichten en onderhouden van het aquarium komt heel wat kijken. Hoeveel cycliden bij elkaar gehouden kunnen worden en of ze samen met andere vissen samen kunnen leven, verschilt erg per soort. Sommige cycliden zullen de andere vissen die veel kleiner zijn dan zij opeten, zoals de maanvis de tetra opeet, uiteindelijk als hij groter wordt. Omdat de tetra is een heel klein visje en de maanvis wordt een vis van bijna 30 centimeter. Dus dan wordt de opening van de mond van de maanvis, is ook een cyclide, de maanvis. De maanvis-cyclide heeft dus een veel grotere mond en zal dus uiteindelijk het kleine visjes opeten, omdat hij het ziet als voer. Vandaar ook de opmerking, hoe kleiner het vis, hoe kleiner het voer. Hoe groter het vis, hoe groter het voer. Let er ook op dat je vissen die je bij elkaar zet dezelfde eisen stellen aan het water en de voeding. Zeker als het gaat om agressieve en territoriale soorten. Zoals sommige Afrikaanse cycliden die beter alleen gehouden kunnen worden in een aquarium. Omdat die Afrikaanse cycliden zo agressief zijn, kunnen ze ook andere vissoorten verstoren. Als u al eenmaal een groep cyclides heeft in een met een bepaalde rangorde, dan kan het lastig zijn om een nieuwe cyclide te introduceren. Om cycliden en eventuele andere vissen zo vredig mogelijk te laten samenleven, is het belangrijk dat uw aquarium groot genoeg is en dat er voldoende schuilplaatsen zijn. Sommige cycliden kunnen als paartje gehouden worden, terwijl bij andere soorten juist een grote groep de voorkeur heeft. Voor cycliden is het nodig een groot en ruim aquarium te hebben. De minimale afmetingen verschillen per soort en per grootte van de vis en is afhankelijk van de afmeting van de vis. Voor kleine vissen bestaat een aquarium van 60 centimeter. Groter is echter beter. Voor de grote soorten is een aquarium van 3 meter lang wel nodig. Voor maanvissen en discusvissen is een hoogte van een aquarium van belang. Deze moet dan minimaal 50 centimeter zijn.
Omdat een discusvis ook wel 30 centimeter in diameter kan bereiken. Daarom heeft deze vis ook wel veel ruimte nodig. Deze Malawische klieden zullen vrijwel niet veel groter worden, maar wel prachtiger op kleur komen. Ze zijn net overgezet, dus moeten even wennen aan de bak. En uiteindelijk, na een verloop van tijd, krijgen ze betere kleur. De gewenste temperatuur en hardheid en pH-waarde van je water verschilt per soort. Het is belangrijk om de omstandigheden na te bootsen waar het water van waar de vis in leeft van nature, dat nagebootst wordt in het aquarium. De gewenste temperatuur voor cycliden varieert tussen de 18 en 30 graden Celsius. De meeste soorten doen het goed bij temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Voor de optimale pH-waarde en hardheid van het water is grofweg een indeling te maken per gebied van herkomst, hoewel er uitzonderingen zijn. Vissen uit Malawi en ik geloof Tanganyika meer, als ik het niet verkeerd uitspreek, hebben bijvoorbeeld een hoge carbonaathardheid nodig, die hoger is dan de totale hardheid en een vrij hoge zuurgraad heeft. Soorten uit het tropisch regenwoud van Zuid-Amerika en Afrika hebben juist zacht water en lage pH nodig. Sommige cycliden eten alleen plantaardig voedsel. Andere cycliden eten alleen dierlijk voedsel of beide. De meeste cycliden eten toch wel gevarieerd, plantaardig en dierlijk. Veel cycliden zullen een dieet van diepvries en droogvoer accepteren. Het is voor veel soorten beter om ze af en toe levend voer te geven, zoals rode muggenlarven, watervlooien en meelwormen. Levend voer en diepvriesvoer kunnen soms ziekte overbrengen. Haal ze dus bij een vertrouwbare leverancier. Alligators zoals de trofeus mag echter geen eiwitrijk voedsel zoals tubevis, muggenlarven of muggenlarven gegeven worden. Zij hebben namelijk plantaardig voedsel nodig, zoals purilina vlokken. De alligators kun je ook voeding geven door een komkommertje naar de bodem te laten zinken. Ook deze komkommer wordt genuttigd door vele vissen, vooral algeeters zoals de borstelneuzen, die zijn namelijk erg fanatiek op de komkommer. De algeeter die in deze aquarium zit is een echte nachtdier, die gaat hoofdzakelijk actief worden en in beeld komen als hij echt wakker wordt om te eten. Dus dat is meestal met schemering tot avond. 'S Nachts moet je niet raak kijken dat je in één keer voorbij loopt, dat je denkt van wat zit er op mijn raam. Dan is er plotseling de alligator. Deze alligator, deze borstelneus alligator, is dus een echt nachtdier. De cyclides zijn dagdieren. Bij het uitzetten van je vissen in het aquarium moet je natuurlijk opletten dat alles wel goed gaat zonder gevechten. Als je je goed hebt ingelezen, heb je ervoor gezorgd dat je dit kan voorkomen. Dat hebben ook wij gedaan tijdens het voorbereiden van de vissenaquarium. Ook ik heb me goed voorbereid, ingelezen en goed geïnformeerd over het houden van Malawische klieën. Dit is echter wel een 60 centimeter Kiano aquarium, maar het is nog natuurlijk altijd een wens om groter te gaan. Maar in een 60 centimeter aquarium voor dit soort jonge kleine visjes is het natuurlijk goed mogelijk. De vissen moeten nog helemaal op kleur komen en ik wil de mevrouw bedanken die deze vissen heeft gekweekt en mij heeft verkocht via Marktplaats. Die persoon wil ik ontzettend vriendelijk bedanken. Kijk wat een prachtige vis. Ook de andere mensen die hierbij hebben geholpen met dit mogelijk te maken. Hartstikke bedankt dames en heren. En vindt u het een leuke video? Blijf wel al even kijken. Heeft u vragen of opmerkingen over deze video? Stuurt u mij dan gerust even een berichtje. En dan kom ik daar zo spoedig mogelijk op terug. Vindt u dit een leuke of leerzame video of wilt u vaker video's zien over deze prachtige aquariumbewoners? Stuur dan even een berichtje, doe even een duimpje omhoog en graag even abonneren op mijn kanaal om zo up-to-date mogelijk te blijven van mijn nieuwste video's. Nou mensen, adios amigos.